Kom maar door. Schiet maar die anvil. Oh, daar staat er één. Oh ja, nu dropt hij hem. Wow! Holy shit! Dames en heren, vandaag is het tijd voor een experiment. Ik heb namelijk even een mappie gevonden met een hele leuke, mooie achtergrond. Ja, dat is niks. Maar als ik mezelf omdraai, dan... Ik hoorde een villager. Ik zweer het je, ik hoorde een villager. Hallo? Hey! Dit is hier serieus een village. Oké, dat is niet waar ik voor kwam. Want wat hier namelijk is in deze map zijn allemaal verschillende TNT-kanonnen. En ik wil ze allemaal heel erg graag uittesten. We hebben hier van allerlei spullen. Oh, dit is precies wat je nodig hebt om het te bouwen, denk ik. Wat is dit? Simple Timed TNT Cannon. Oké, simpel getimed TNT-kanon staat er. Dus ik moet denk ik op deze knoppen drukken om TNT erin te knallen. Of werkt dit niet zo? Volgens mij moet ik... Ergens moet ik TNT neerzetten. Ik ga sowieso even TNT pakken. Of 6 moet ik er neerzetten. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Volgens mij moet ik... 1, 2, 3, 4, 5... Ik heb het gevoel dat ik alles ga opblazen als ik dit ga doen, zeg maar. Volgens mij... Oh, volgens mij moet het trouwens zo komen. Volgens mij moet ik er 6 neerzetten, zo. Afsteken. En dan schiet hij de muur in. We gaan het testen. Let's go. Ja, zie je? Zo moest het. Ik wist het. Nope. Ja, misschien niet. Misschien niet. Zie je? Dit soort dingen moeten er omheen zitten. Anders snap ik het niet. Even kijken, wat is dit? Oké, heel veel TNT eromheen. Wat is dit? Oh. Oké, die ontploft niet. Dat is gunstig. En dan moet ik hier... Oh nee, ik heb het water weggehaald. Ik moet even de map opnieuw installeren. Ik denk dat ik het weet. Volgens mij zat ik in de verkeerde versie. Dat is het misschien. Geen zorgen, we zijn terug in de goede versie in de Minecraft wereld. Wat ik moet doen is, ik moet deze pakken. Ik moet hier 1 neerzetten. Ik moet hier 3 neerzetten. In ieder geval, dat is wat ik op Google zag, want ik heb het even opgezocht. En dan druk je op de knop. En als het goed is... Gebeurt er gewoon niks. Ik vind dit maar een rare systeem. Ik vind deze niet leuk. Deze kan minder snel ontploffen. Dus ik vind deze leuker. Ik ga er daar 1 neerzetten. En hier 2 neerzetten. Als het goed is... Ik zet er gewoon 2 neer trouwens. Ik doe het gewoon zo. Als het goed is, als ik nu op deze knop druk... Oh kak. Er kwam al TNT uit. Dat wist ik niet. Waarom ben ik hier zo slecht in? Hoe werkt dit? Hier, simpel TNT cannon. De simpelste van de simpelste, zeggen ze. Oké. Okay. Ja, klopt. En dan? Maar, alsjeblieft, zeg maar gewoon dat het gewoon zo werkt. En nu gewoon op de knop drukken, toch? Er is geen knop. Is er een knop? Zit hier een knop in? Ik heb een knop gevonden. Ik ga het gewoon proberen. Zo schiet je hem toch gewoon af? Interessant. Compressor cannon tool, easy timed dispenser cannon. Oké, er zit hier TNT in. Er zit daar TNT in. Ik neem aan dat ik hier niks hoef te doen. 2 tick delay. Dat zal allemaal fantastisch werken. Ik druk gewoon op de knop. Ik ga ervan uit dat het werkt. Ja! Ja! Fantastisch! Prachtige uitvinding. Nog een keer. Gaan we. Als hij werkt. Ja hoor. Bam, 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 bam. Hier. Bam, 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 bam. Nu heb ik echt een flinke aanslag hier gepleegd. Nice. Zie je, hij werkt wel. Maar ik moet gewoon even doorhebben hoe die precies moet werken. Hey, deze heb ik nog niet opgeblazen, schijnbaar. In ieder geval de achterkant niet. Maar dat is best uniek. Wat is hier allemaal kapot gegaan? Verder, niks. Volgens mij moet er dus... hier TNT ingezet worden. Volgens mij moet ik er hier gewoon 3 inzetten. Moet ik er hier 1 neerzetten. En dan, ik ga het gewoon proberen. Flint en steel. Wat we gaan doen is, we gaan eerst even trouwens eentje weghalen. En we doen die. Oké, nu die aansteken. Ja, ja! Ik snap hoe het werkt. Fantastisch. Ik snap hoe het werkt. En ik wil even kijken of ik hier... Nog meer TNT even eruit kan halen. Dat zou ik wel leuk vinden.
Zo, gaan we. Kan ik hier zelf ook nog dingen neerzetten? Oké, ik ben te laat, helaas. Maar hij komt wel ver, hoor. Hier zit er een aantal. Zo, eentje is zelfs hier gekomen. Wow, dat is echt een hele grote afstand. Oké, dat had ik niet verwacht dat het zo ver zou komen. Even kijken, dus we hebben deze, waarvan ik nu snap hoe het werkt. En nu wil ik er wel even 3 achter elkaar zetten. En ik wil er 2 boven elkaar hebben. Dus ik doe die. Schuif erin. Ja. Snel aansteken. Ja, ja. Boom. Boom. Oh ja, maar hier is het water. Ja, welke... ik wil het woord niet zeggen. Plaats je nou weer water? Ik wil juist zien dat het kapot gaat. Ja, dit moet ik even zo snel mogelijk fixen. Dit kan natuurlijk niet. Dit moet even allemaal weg. Eventjes weg. Zo, oh ja, nog een klein stukje te gaan. Dan maken we het gewoon meteen in één keer af. We willen heel deze muur eigenlijk gewoon opblazen. Water, ik ga ondertussen maar weg. Kan ik genieten van de andere onderdelen die hier zijn gebouwd. Want er staat hier nog wel wat. En ik heb allemaal geen idee wat het betekent of wat het allemaal doet. Dit is een hybrid introduction. Stopt zand in... Oh, dit is een zandkanon. Oh, misschien was het water daarvoor. Zou zomaar kunnen. Even kijken. En hier heb ik een tweede onderdeel. Maar waarom moet ik het zelf activeren? Daar hou ik helemaal niet van. Dus dit is een zandkanon. Oké, hoe werkt deze? Ik zie hier... geen knop of zo aan zitten. Of een hendel. Ik weet niet hoe dit werkt. En hoe wordt dit geactiveerd als ik het zo neerzet? Ik zet het even zo neer. Dan dropt hij het zand als het goed is daarop. En dan zou het allemaal moeten werken, zou je zeggen. Oké, ik ga hier een button plaatsen. Het doet niks. Ik zet het gewoon aan. Ik zie wel wat het doet. Oké, dan dropt hij daar. Ja, interessant. Oh, er zit wel gewoon een button. Oh, niet gezien. Gaan we. Oh, en dan... hè? Maar wat is dit? Waarom gaat dit niet aan? Oh, hier is het een button. Oké. Ja? Oh! Maar ik wil wel dat mijn TNT aangaat. Maar die gaat niet aan. Ik denk dat ik hier een randje hoger moet plaatsen. Ik denk dat het is. Dus ik denk dat ik hier de TNT moet plaatsen. Dat ik dan nu op deze knop moet drukken. En dan zou het nu in principe moeten werken. Was dat het blokje zand? Snap ik nou gewoon eindelijk hoe iets werkt? Dat zou wel heel erg fijn zijn trouwens. Oké, gaan we. Er staat nu 1 blokje. Ja, hij schiet gewoon een blokje zand af. Wat? Oké, dat is wel sick. En hier heb je gewoon een tweede verdieping. En dan komt hij gewoon iets hoger of zo. Oké, we gaan dit gewoon vol plaatsen. En we drukken op de knop die schijnbaar daar zit. En dan gaan we kijken of die schiet. Schiet! Wow! Gekke shizzle hier, gek. Oké, dit is nog indrukwekkender. Oh, dit is helemaal de automatische versie volgens mij. We drukken gewoon op de knop. Dan zie ik wel wat er gebeurt. Wow! Oh, die schiet er 2 tegelijk. Oei, dat is gaaf. Dat wil ik even nog een keer zien. Kom maar door. Schiet! Wat? Het schiet hard ook nog. Echt super vet. Ik wist helemaal niet dat dat kon, joh. Even kijken, aero-kanon. Oh. Nou, dan wil ik graag op de knop drukken. Het is een aero-kanon, zegt hij. Hè? Zou het iets moeten doen? Naast TNT? Oh, hier zit iets. Oh, een aero-kanon. Oh, wat? Het zou dus moeten schieten. Ja, ik dacht al aero zijn pijlen, maar ik zag niks gebeuren. Schiet hier nou pijlen weg? Hij is stuk, meneer. Hij doet het niet. Hij werkt niet. Wat is dit? Een anvil-kanon. Kom maar door. Schiet maar die anvil. Oh, daar staat er één. Oh ja, nu dropt hij hem. Holy shit. Hij overleeft het. Wat de heck? Die wil ik nog een keer zien. Wat was dat? Oké, nog een keer. Schiet hem maar nog een keer af. Wat? Hij dropt die anvil op het juiste moment en dan schiet hij hem gewoon de lucht in. Oké. Dat is cool. En wat als je de 2 boven elkaar zet? Wat gaan we dan doen? Ik denk dat dat wel gaat werken. Op een manier.
Want hij haalt hem gewoon naar binnen en dan schieten ze denk ik allebei wel weg. Nee, daar sloop je me alleen maar mee. Dat werkt helaas niet. De laatste alweer. Daar zijn we weer bij de laatste aangekomen. Dit is een autokanon. Is goed. Ik zet hem aan. Oh, dit dan. Oh, kak. Dan moet ik hem uitzetten natuurlijk. Anders blijft hij niet aangaan. Oh. Oh ja, maar dit is wel leuk. Oh. Oh, zo blijft hij schieten. Een automatisch kanon. Oh. Pew. En ik wil eentje dat er eentje heel ver schiet. Kom. Schiet er doorheen. Komt ie! Oh, dit is wel cool om te zien. Deze map is echt sick. Dit is echt precies de map waar ik naar op zoek was. Toen ik... wacht. Meer schieten. Meer schieten. Oké, die haal ik maar weg voordat ik daar heel de boel opblaas. Kan ik hem nog iets langer aanlaten? Even kijken. Iets langer aanlaten, zodat hij nog sneller er omheen gaat. Of gaat het zo niet sneller? Nee, het gaat helaas niet sneller. Oké, dames en heren. Dit was echt een hele verrassende map. Maar wel echt een superleuke map. Vooral het zandschieten, dat vind ik echt een topsysteem. Dit zijn dingen die worden bijvoorbeeld in Factions. Ook soms in Kingdom worden dit soort dingen heel veel gebruikt. Voornamelijk Faction trouwens. Om andere basissen aan te vallen. En ik vind het maar een cool systeem. Dames en heren, heb je genoten van deze aflevering? Laat het zeker weten met een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video morgen om 6 uur. Ciao!